Eigenlijk is dat voor die Werelduniversiteit dan gedacht dat we met z'n allen even bij stilstaan hoe belangrijk onze universiteit wel niet is. 60 jongeren en wetenschappers zijn bij elkaar gekomen, eigenlijk in het najaar van 2020. En het resultaat is het manifest. We hebben nog maar 15% over van de biodiversiteit die we ooit hebben gehad, dus dat is echt historisch laag. Maar er is ook een hele duidelijke link tussen de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Klimaatverandering is een van de oorzaken ook van afname van de biodiversiteit naast een aantal andere oorzaken. Ze hangen dus heel erg met elkaar samen. Je moet rekening houden als je een dijk bouwt met de hoogst mogelijke golven. En in dit geval is dat inderdaad dus echt de bigger picture is dat biodiversiteitsverlies. Daarom zitten we hier ook vandaag met een manifest wat deels geschreven is door de jongeren zelf. Want zij maken zich het allermeest zorgen over problemen van de lange termijn. De dingen die we aanraden is dus om tijdelijk een ministerie van biodiversiteit en klimaat op te zetten. We hebben al een ministerie van natuur, ja. En die, daar valt biodiversiteit onder. Maar het werkt niet. Het is buitengewoon ernstig, dan moet je nadenken over hoe ben je nou het meest effectief. En aandacht is mooi, maar wij willen toch liever die actie. Nou ja, het beste systeem is natuurlijk zorgen dat je heldere doelstellingen met elkaar afspreekt. En dat je ook een tijdspad aan verbindt. Dat wordt ook gecontroleerd door de planbureaus, die checken dus ieder jaar of de afspraken worden nagekomen. Maar wat jullie eigenlijk willen, is even los van het poppetje of van wat het departement heet, dat er gewoon politieke actie volgt. Dan is de volgende, lijkt mij, dat je eerst zorgt dat je in beeld hebt. Hoe erg is het? Hè? Nou, we hebben allerlei wetenschappelijke kennis. Ja, dat is duidelijk. Dat zie je. Heel erg. En dan moet je met die partners op de tafel gaan zitten. Ja. En die moeten dan met elkaar afspreken. Dat en dat en dat moet er volgend jaar gebeurd zijn. Luister nou eens naar de wetenschap. En zorg ervoor dat die wetenschap echt beter geïntegreerd wordt in de politiek. De jongeren kunnen wel helpen dat het probleem veel urgenter wordt.